Laten we nog wat dieper inzoomen in Vlaanderen en eens verder kijken naar Brugge. En daarjuist kwam al het Provinciaal Hof ter sprake. Brugge heeft sinds 2020 ook een toegankelijkheidsambtenaar aangesteld. Die streeft naar een inclusieve stad waar iedereen zich vrij kan bewegen, mobiel kan bewegen, autonoom kan bewegen, waarin iedereen meetelt. En Brugge heeft ook het charter naar een toegankelijke stad ondertekend, het charter toegankelijkheid van Inter. De toegankelijkheidsambtenaar is Els Pieraerts en het plan waaraan ze de voorbije periode al heeft gewerkt steunt eigenlijk op vier pijlers. Toegankelijk maken van openbare ruimte, van gebouwen, van informatie, communicatie en ook van dienstverlening en vrije tijd. Els Pieraerts, graag welkom en we luisteren graag naar uw bijdrage. Dank u wel. Ik zou zeggen goedemorgen, maar het is bijna middag. Altijd een dankbare taak om als laatste spreker voor de broodjes hier te zijn. Ik heb hier al begrepen dat het bakje uitdagend is, maar we zullen eens proberen. Voilà. Ik ben dus Els, toegankelijkheidsambtenaar van Stad Brugge en ik mag jullie welkom heten in onze mooie stad. Het is al een beetje ingeleid. Wij hebben heel hard gewerkt aan een integraal toegankelijkheidsbeleid, aan een toegankelijkheidsplan. En ik mag dat samen met jullie eventjes doorlopen. In het Brugsbeleidsprogramma 2019-2024 werd eigenlijk het engagement uitgesproken om toegankelijkheid in Stad Brugge hoger op de agenda te gaan plaatsen. Het is niet zo dat daarvoor niet aan toegankelijkheid gewerkt werd. Integendeel, Brugge is een stad die al heel lang binnen verschillende diensten aan toegankelijkheid werkt. Wat de rol van een toegankelijkheidsambtenaar dan is, is eigenlijk proberen een beetje de regie te voeren, proberen alle projecten en medewerkers met elkaar in contact te brengen. In 2020 is dan een toegankelijkheidsambtenaar aangeworven. En ik denk dat wij daarmee de tweede stad in Vlaanderen waren na stad Gent, die ook een lange historiek heeft in het werken rond toegankelijkheid. Eind 2020 werd dan het charter, zoals hier al eerder vermeld, naar een toegankelijke stad ondertekend, het charter van Inter. Er wordt een foto geprojecteerd waarop verschillende mensen staan, nog met een mondmasker. Jawel, het herinnert aan andere tijden. In dat charter werden een aantal engagementen opgenomen. Het belangrijkste engagement was eigenlijk dat er een toegankelijkheidsplan zou komen. Dat er een structureel beleid zou gevoerd worden, vanaf stap 1. En in samenwerking met stakeholders, met ervaringsdeskundigen, met partners. Onder begeleiding van Inter hebben ook wij, en ik kijk even naar Jos, dit proces doorgaan op basis van het referentiekader naar een toegankelijke stad. Ik ga dat niet meer opnieuw uitleggen, want dat is daarnet al toegelicht. We hebben een heel proces doorgaan met eigenlijk alle stadsdiensten, betrokken stadsdiensten, maar ook met adviesraden, stedelijke adviesraad voor personen met een handicap, de ouderenadviesraad. We hebben ook een online vragenlijst gedaan, remember, het was corona. Het was niet zo evident om iedereen bijeen te krijgen. Het resultaat was dan eigenlijk een breed gedragen, integraal toegankelijkheidsplan. En dat is natuurlijk de topic van mijn uiteenzetting. Ik wil met jullie eventjes kijken naar dat toegankelijkheidsplan en wat de linken dan precies zijn met erfgoed. Niet onbelangrijk is, net zoals bij provincie West-Vlaanderen, is het toegankelijkheidsplan of het proces die wij gelopen hebben ook echt een structureel lange termijn kader. Op de slide wordt een foto geprojecteerd met een brug die gebouwd wordt over een rivier, waarbij er staat, maybe we should build a boat instead. Dus het wil zeggen, denk even eerst goed na, waar wil je naartoe, welke impact willen we uiteindelijk hebben met onze doelstellingen. En we hebben daar echt ook onze tijd voor genomen.
dit toegankelijkheidsplan moet echt ook een kader zijn die de tand destijds toch een stuk moet kunnen doorstaan. Net als bij de provincie wordt dat wel vertaald in een plan met doelstellingen en jaarplannen. Nog eventjes naar visie, want het is een lange termijn plan. Dat betekent dat we ook nadenken over van waaruit willen we vertrekken. Ik ga niet alles toelichten, maar een aantal belangrijke principes die hier voor de meesten wel gekend zijn. Integrale toegankelijkheid. Inwoners en bezoekers moeten gelijkwaardig en zelfstandig gebruik kunnen maken van alle voorzieningen, gebouwen, open ruimte en dienstverlening. Universal design, hier door de enkele sprekers ook al toegelicht. Vanuit een aantal principes zorgen dat wat we maken, ontwerpen, maar ook in projecten zoals het bouwen van een website even goed van toepassing is, dat we marge voor vergissingen laten en zo verder. En dan een laatste die ook al toegelicht is, de keten van toegankelijkheid. Zeker in een stadsbestuur is dat niet onbelangrijk. Je kan van project naar project gaan, maar ook de verbinding tussen projecten is bijzonder belangrijk. Deze middag zal het onder meer nog rond mobiliteit gaan, die bij uitstek een verbindingsfunctie heeft. Voilà. Dan gaan we eventjes naar het plan. Het plan bestaat uit vier werven en vier fundamenten. Over de fundamenten ga ik nu niet te veel in detail gaan, maar die zijn wel degelijk belangrijk voor die lange termijnvisie. Het is belangrijk dat het verankerd is in beleid toegankelijkheid. Dat betekent het is de bevoegdheid van een schepen. Dat betekent het is opgenomen in interne processen. Als wij spreken over bijvoorbeeld openbaar domein, dan is dat opgenomen in de processen en in een checklist als een project start. Een andere pijler is de samenwerking. Wij zetten heel hard in op samenwerking met ervaringsdeskundigen, met partners, met andere spelers. Bijvoorbeeld is dit jaar, eigenlijk eind vorig jaar, de klankbordgroep toegankelijkheid opgericht. Waarbij de duidelijke rol van die klankbordgroep is om zaken uit te testen. Doen we het goed? Is het goed? Kan het verbeterd worden? Communicatie is een ander fundament. Communicatie over toegankelijkheid. En een laatste, maar niet onbelangrijke, die is daar eigenlijk redelijk laat in het proces bijgekomen, maar wij kwamen er eigenlijk op uit dat er eigenlijk ook bijzonder weinig data zijn over toegankelijkheid. Niet alleen in Brugge, voor alle duidelijkheid, maar toch wel op Vlaams en ik denk zelf op Europees niveau. En dan eventjes naar de inhoud, de werven. Ik ga de vier werven eventjes heel kort overlopen, want het is bijna middag. Hè. En de linken naar erfgoed zowat eruit halen. Het plan heeft heel veel inhoud, maar ik haal er dus enkele zaken uit. De eerste werf is toegang tot publieke ruimte. Inhoudelijk gaat dat eigenlijk over twee zaken. Enerzijds rond openbare ruimte, openbaar domein. Anderzijds rond mobiliteit. Deze middag komt het nog aan bod. Alles wat te maken heeft rond de R30 stationsomgeving. Maar een van de zaken die in die werf staan, is dat we universal design inschrijven in startnotas. In projectnotas. In bestekken. Dus universal design als eigenlijk een leidend principe die meegenomen wordt in grote projecten. Universal design moet eigenlijk een van de criteria zijn in grote projecten. Een ander voorbeeld binnen toegankelijkheid of toegang tot publieke ruimte is het beleid of het ontwerp van heraanleg in de binnenstad. Hier is al genoemd, binnenstad van Stad Brugge is UNESCO Werelderfgoed. Wat mij heel erg aantrekt in toegankelijkheid of in het werken rond toegankelijkheid en universal design, is creativiteit. Het is al enkele keren aan bod gekomen als je werkt rond erfgoed en toegankelijkheid. Het is moeilijk, het is soms zoeken. Maar ik formuleer het eerder als een creatieve uitdaging. En het is iets dat ontwerpers en architecten ook heel erg aanspreekt als je het formuleert als een uitdaging.
Het voorbeeld die hier geprojecteerd wordt, is een voorbeeld van de Ridderstraat, een straatje in de binnenstad van Brugge, waar een typische historische trappartij aanwezig is bij een woning, een privéwoning. De trappartij neemt eigenlijk bijna het hele voetpad in beslag. Oké, de straat wordt heraangelegd en dan komt het creatief proces in gang. Meestal start een heraanleg met het samenbrengen van verschillende partijen, met een startmeeting, waarbij ontwerpers zitten, ook mensen van erfgoed, verschillende partijen, en waarbij nagedacht wordt van hoe gaan we dit project aanvatten. Er zijn ook verschillende eisen. Een eis voor deze straat was bijvoorbeeld dat er parkeergelegenheid behouden werd. Dat maakt al dat je bijvoorbeeld na heraanleg niet kan zeggen we gaan van hevel tot hevel heraanleggen in dit voorbeeld. Naar toegankelijkheid toe hebben we gekozen om een drempel op het voetpad te behouden. Dat betekent dat er een overgang is tussen de parkeerplaats en het voetpad. Dat men eigenlijk een stukje gescheiden weg heeft. Uiteindelijk is het de trappenpartij creatief opgelost door een stukje het voetpad te laten uitstolpen en daar een drempelverlaging door te voeren. Dit als illustratie van hoe dat in praktijk gebracht wordt. Het wordt dus ingeschreven bij het begin van een project als belangrijke voorwaarde. En ten tweede wordt er creatief nagedacht met alle partijen bij de uitvoering. Nog een voorbeeld hierbij is dat er ook gevraagd wordt binnen ontwerpplannen om bijvoorbeeld drempelverlagingen of andere belangrijke items rond toegankelijkheid ook aan te duiden op de ontwerpplannen. Dat geeft een stukje garantie dat het ook op een goede manier uitgevoerd wordt. Een ander topic binnen openbare ruimte is pleinen en terrassen. Ik projecteer hier een voorbeeld, eigenlijk toevallig net voor het Provinciaal Hof. We zien de linken met de vorige spreker. Waar eigenlijk een geleidelijn is aangebracht. En dat is in een gladde tegel aangebracht tussen mozaïekkasseien. Dat is ook weer een voorbeeld van creatief omgaan met geleiding, met hitslijnen. Een punt van kritiek of een punt van zelfreflectie zou kunnen zijn dat hier eigenlijk nog een tegeltje meer had kunnen zijn, waardoor het eigenlijk een comfortstrook had kunnen worden. Wat zit nog in het toegankelijkheidsplan? Dat is het afbakenen van pleinen en terrassen. Samen met de diensten die bezig zijn met vergunningen, wordt eigenlijk gekeken bij terrasaanvragen. Kan hier een logische lijn gevolgd worden? Op de markt van Brugge is er bijvoorbeeld gewerkt met afbakenen van terrassen door middel van bloembakken, waardoor mensen die blind of slechtziend zijn eigenlijk automatisch een vlotte lijn kunnen volgen. Het ruimtelijk goed ordenen van uw terraszones is ook belangrijk voor mensen die eigenlijk wat meer structuur en orde nodig hebben op openbaar domein. Een topic die ook in het toegankelijkheidsplan benadrukt wordt, is alles dat te maken heeft met parken en speelruimtes. In parken en speelruimtes is bijvoorbeeld ingezet op het belang van communicatie, hier ook al aan bod gekomen. Het is zeer belangrijk dat je weet als bezoeker, wat kan ik daar vinden, kan ik daar terecht? Is er iets voor mij? Bij nieuwe projecten wordt dan ook ingezet op toegankelijke beleving. Ik zie hier ook al direct de linken met de spreker van Herita. Het beleven wordt zeer belangrijk geacht. Zelf al is niet alles toegankelijk, het is wel belangrijk dat je een gelijkwaardige beleving kan hebben. Dan ga ik even over naar mobiliteit. Wij zijn een van de gemeentes die ook ingetekend hebben op het masterplan toegankelijke bushaltes. En wij zijn echt bezig in de binnenstad onder meer rond het toegankelijk maken van bushaltes. Daar hebben wij ook met onze dienst erfgoed een zeer interessant gesprek over gehad. Als we kijken naar onze binnenstad, dan zie je bijvoorbeeld de busrand, de bus,
pand, zeg maar, moet eigenlijk in een contrasterende kleur zijn. En ook de materialisatie van uw busperron. Je ziet op het voorbeeldje is hier gekozen voor materialisatie in klein in natuursteen, waardoor het busperron eigenlijk opgaat in de rest van de omgeving. Voor de busband is dan wel gekozen voor een traditionele contrasterende busband. Het is maar één voorbeeldje dat ik er nu uithaal. Vanmiddag rond mobiliteit nog wat meer. Toegang tot gebouwen, dat is inderdaad iets, een topic die zeer belangrijk is als het gaat rond erfgoed en toegankelijkheid. Ik ga er hier ook enkele zaken uitpikken. Naar beleid toe hebben we eigenlijk voor ons eigen patrimonium gezegd we willen eigenlijk een bepaald ambitieniveau formuleren per gebouw of per project waar wij aan werken. Soms gaan wij daarvoor toch wat verder dan wat wettelijk verplicht is. Wij gaan ook altijd samenwerken met Inter in een begeleidingstraject voor grote gebouwen. We willen niet enkel dat het integraal toegankelijk is, maar ook hier is die belevingswaarde van ontzettend groot belang. Binnen gebouwen is er ook een hoofdstuk rond toegankelijk sanitair. We zijn heel blij met de inspanningen binnen het Provinciaal Hof die daar gebeurd zijn. Ook voor de bezoeker aan het centrum van Brugge is dat zeker een meerwaarde. Een project dat ik hier eventjes toon is het toegankelijk maken van sanitair in Magdalenakerk in Brugge. Een erfgoedlocatie ook. Wat toch wel wat inspanningen gevergd heeft om het uiteindelijk tot een mooi resultaat te laten komen. De conclusie was eigenlijk dat er uiteindelijk een toegankelijk pad gekomen is richting het sanitair in een zijvleugel van de Magdalenakerk. En het resultaat mag er wezen. Wij noemen het bijna een klein museum. Het is eigenlijk toch wel de moeite als je eens naar het toilet moet in Brugge om daar een bezoek te brengen. Ik ga er eventjes sneller over. Een ander topic als het gaat rond gebouwen is alles dat te maken heeft met horeca en handel. Ik denk dat dat in elke centrumstad wel het geval is dat de drempel naar horeca- en handelspanden zeker verbeterd kan worden. Het is niet zo'n eenvoudige kwestie. We hebben de toegankelijkheidsverordening, waar al heel wat over gezegd en geschreven is, en die misschien ook wel zal aangepast worden. Het blijft zeer belangrijk om toch een wetgevend kader te hebben waarbij dat horeca- en handelspanden toch wanneer men grote verbouwingen doet of bij nieuwbouw, dat men aan bepaalde standaarden moet voldoen. Om bepaalde redenen kan het niet altijd om die drempels weg te werken of is er geen verbouwing gepland. Dan hebben wij met Stad Brugge ook een project uitgewerkt samen met Dito VZW, waarbij dat we tijdelijke drempel... tijdelijke hellende vlakken plaatsen. Dit is niet de ideale situatie. We willen liever dat het inpandig opgelost wordt en structureel. Maar als tijdelijke oplossing is het toch wel aangenaam voor gebruikers om een pand te kunnen binnengaan. Dan ga ik nog twee laatste eventjes kort aanstippen. Het zijn misschien werven waarvan je denkt, ja, is dat gaat het nu ook over erfgoed? Maar het antwoord is ja. Toegang tot informatie en communicatie. Dan gaat het enerzijds rond toegankelijk taal- en beeldgebruik. Eenvoudig, simpel taalgebruik. Maar ook diversiteit in beelden. Ik ga eventjes naar de laatste gaan. Hier zie je een voorbeeld van een brochure rond monumentenweekend, waarbij er ingezet is op symbooltjes van hoe kan ik hier terecht in dit monument. Momenteel werken we niet meer met icoontjes, maar werken we eerder met een beschrijving op een toegankelijkheidspagina. De eigen evaluatie was van een toegankelijkheidsicoon zegt eigenlijk te weinig.
Het is eigenlijk interessanter om toegankelijkheidsinformatie mee te geven, waarbij de bezoeker zelf kan beslissen, voor mij is dit haalbaar of niet haalbaar. En dan de laatste werf, toegang tot dienstverlening en vrije tijd. Alles rond toerisme zit hier ook onder. De brochure is, denk ik, door Christa daarnet al getoond. We hebben heel hard met Visit Bruges ingezet op een toegankelijkheidsbrochure die voor de eerste keer ook echt vertrekt vanuit beleving. Het is wel een beetje een rode draad, denk ik. Hoe beleef ik de stad en kan ik als bezoeker, net als iedereen, de hoogtepunten van een bezoek aan Brugge beleven? En vanuit die insteek hebben we dan eigenlijk de rest van de brochure daaraan opgehangen. Je zal dus niet direct een lijst vinden met alle toegankelijke restaurants, maar wel vertrekkende vanuit een wandeling in onze binnenstad en daar de ankerpunten rond terugvinden. Ook cultuur zit hieronder. Vrije tijd, cultuurbeleving. Ik denk dat hier al een aantal voorbeelden gegeven zijn. Ik wil hier graag nog het voorbeeld van het Ruthuizen Museum insteken. Dat is een typisch gebouw waarbij er ook heel veel wenteltrappen zijn. Waarbij er gekozen is of ja, de mogelijkheid niet direct gevonden is om een lift te plaatsen. Maar daar is wel ingezet op tactiele elementen, op audio-guides en op gebarentaal. Evenementen is hier ook al genoemd. Het toegankelijk maken van evenementen in onze erfgoed binnenstad is zeker ook een uitdaging. Daar wordt ingezet onder andere via audiodescriptie, via gebarentaal, video's, maar ook via tactiele elementen. De triennale is bezig in onze stad. Dat is een cultureel hoogtepunt. En daar hebben verschillende gebruikers aan meegewerkt om bijvoorbeeld een aantal elementen in tactiele, voelbare, de kunstwerken eigenlijk te vertalen in tactiele elementen. Voilà. Dit was hopelijk een beetje een inkijk in ons toegankelijkheidsplan. Er staat nog heel wat meer in, maar ik heb wat de elementen eruit genomen die een link hebben met erfgoed. Wil je meer weten, dan kan je het integrale toegankelijkheidsplan ook online terugvinden. Dank je voor jullie aandacht en ik hoop dat de lunch direct zal smaken. Dankjewel, Els Piraerts, toegankelijkheidsambtenaar van de stad Brugge. Fijn te horen dat er ook een klankbordgroep is in Brugge. En ja, toegankelijkheid houdt ook heel nauw verband met creatief zijn, creatief denken.